Hallo jongens, we hebben een nieuwe leerling in onze klas. Stel jezelf even voor alsjeblieft. Ik ben Jacqueline, zij is ons nieuwe meisje. Hallo, haar stijl is interessant. Alsjeblieft, ga zitten. Vandaag gaan we beginnen met een belangrijk onderwerp. Ga eens ergens anders wandelen, hij is zo onhandig. Hey, kom naast me zitten. Bedankt. Hoi jongens, leek jullie te ontmoeten. Wil je een selfie nemen op mijn Ultra Pro smartphone? Raak hem niet aan. Sorry. Wil je poppet spelen met mij? Zijn we dit in een kleuterschool? Dit is de universiteit. Een rijke student begrijpt de obsessie met het speelgoed niet. Maar haar klasgenoten genieten ervan. Zo is het genoeg. Ik ben klaar. We gaan. Waar gaat ze heen? Let maar niet op haar. Het is toch saai. Dit is een 500 karaat diamant. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Hij is zo groot. Hij is op maat gemaakt. Mijn lieve taart. Heet smakelijk. Is dat jouw huisdier? Ja, hij is zo schattig. Iedereen is Carol weer vergeten. Het is leuker om met een schattig dier te spelen dan naar een sieraad te staren. Wat is er zo interessant aan? Ethan, ik wil ook een pluizig huisdier. Ik heb het. Wacht eens even. En schiet op. Mijn prachtige ring. Ze hebben je niet genoeg gewaardeerd. Ik heb het pluizigste dier voor je. Jongens, kom eens hier. Kijk eens wat we hebben. Ah, het is een grote spin. Rennen. Wacht op mij. Ik zal het sprankelend schoonmaken. Schoner dan je ooit hebt gezien. Geweldig, ik ben klaar. Ga zo door. Oh, ik heb koffie gemorst. Kijk uit, ik heb net de vloeren gewassen. Oh, wat jammer. Het is tijd om naar de volgende les te gaan. En de vlek dan? Oh, juist. Ik drink mijn drankje niet op. Een rijke studente Carol heeft een assistent die het werk voor haar doet. Ze heeft slechte manieren. Ik veeg de vlekken meestal zo. Je hebt het alleen maar erger gemaakt. Jonge mensen hebben tegenwoordig geen respect meer voor de anderen. Laat me je helpen. Ik zal je zeer dankbaar zijn. Meiden, kom hier. Ik wil graag helpen. Je kunt ons alles vragen. Ongelooflijk. Deze meiden zijn zo aardig. Arme Jacqueline gebruikt haar populariteit voor het goede. Maak je geen zorgen, deze gang zal schitteren. Ik heb het opgeschreven dat het beste feest van het jaar wordt. Ik heb geen tijd. Waarom zo onbeleefd? Meiden, wacht. Hallo, kom naar mijn feest. Ik zie dat je mijn flyer leuk vindt. Wat smerig. Zie ik eruit als een vuilnisbak voor jou? Laten we onze bos redden. Mooie poster. Ik geef het feest van het jaar. Kom je ook? Bedankt voor de uitnodiging. Ik zal erover nadenken. Ik kan niet geloven dat iedereen me negeerde. Kalmeer. Misschien kunnen we gaan kijken wat ze van plan is. Wat doen we hier? We graven wat rond. Al iets gevonden? Nog niet. Jullie hebben besloten om met ons mee te gaan. Laten we gaan. Ik zal jullie laten zien waar je moet schoonmaken. Jullie stonden erop om hier te komen, dus kom op. Help de natuur. Deze aardbei komt net uit de tuin. Ik vroeg om de meest verse. Proef maar. 1, 2, 3. We zijn een dreamteam. Laten we gaan. Ik serveer eerst. Het lijkt erop dat de leerlingen een leuke activiteit hebben gevonden om te doen tijdens de picknick. Ik heb het. Maak je geen zorgen. Ik regel het wel. Ga je gang. Nee, alleen eten is saai. Wat is ze aan het doen? Ik vang hem wel. Yes. Wat is er aan de hand? Stop het nu. Hier, vang het. Ik kan ook wat trucjes. Dat was cool. Jij weet hoe je plezier moet maken. Hoe langer je moet wachten, hoe mooier het schot. Ik ben zo goed. Oh nee, het komt terug. Auw, het doet pijn. Ik haat picknicks. Ik ga weg. Ik neem een pauze. Speel maar zonder mij. Oh, waar is Carol? Geniet van je eten. Carol, ik heb je lievelingsgerecht klaargemaakt. Schiet op, ik heb honger. Ik kom eraan, je sushi. Geniet ervan. En ik dan? Ik moet ook eten. Waar is mijn lunch? Geef hem een snack, chef. Het is een vers broodje. Dank je wel. Ik wil ook een speciaal gerecht. Niet deze nachtmerrie. Eet dit of blijf hongerig? Oh, Jacqueline. Wacht eens even. Ik heb iets lekkers voor je. Wauw, echt waar? Je bent zo aardig voor me. Hou het geheim. Ik heb het. Bedankt. Hoe kan hij dit soort eten eten? Goed dat ik mijn sushi heb. Lekker.
Ik zal je doorslikken. Grrr. Hoi jongens, wat is het op jullie borden? Willen jullie wat broodjes? Ja, natuurlijk. Ik neem er één, dank je. Lekker als in dit restaurant. Wat is het voor lawaai? Help jezelf. Eten ze samen? Nou, dan neem ik er meer. Ik ben zo opgewonden. Wie zal het zijn? Hij kondigt aan. Vandaag voegen we een nieuw gezicht toe aan ons erebord. Ik kan niet geloven dat dit mijn foto is. Gefeliciteerd, Jacqueline. Een arme student Jacqueline is erg populair op de universiteit. Waarom ben je blij? Het is een geweldige foto. Jij had het moeten zijn. Ik ben ze zo beu. Ik heb een idee. Ik kan je niet horen. Sorry, ga verder. Ik vind dat haar make-up er een beetje dof uitziet op die foto. Ik weet hoe ik het kan maken. Het zal mijn cadeau zijn. Mijn kunstlessen zullen eindelijk van pas komen. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ik ben klaar. Je liet me schrikken. Sorry, ik ben gewoon opgewonden. Hoe is alles gegaan? Perfect. Hoe heeft ze het bedacht? Ze is zo creatief. Geloof me, iedereen zal haar uitlachen. Uit de weg! We willen pronken met onze modieuze looks. Wat bedoel je? Wat heb je gedaan? Wat is er mis? Ik vroeg je om haar foto te verpesten. Niet om een nieuwe trend te creëren. Het is niet mijn schuld dat mijn stijl zo cool is. Waar is iedereen? We hadden afgesproken elkaar hier te ontmoeten. Hoi, Carol. Hoi. Oh, ik zie ze. Ik ben blij dat je mijn lichaamskunst mooi vond. Luister jij, Picasso. Je hebt het weer verknald. Het was niet met opzet. Weg jij. En jij, kijk uit. We zullen het niet op tijd halen. Ja, je hebt gelijk. Hey jongens, Carol heeft iets voor jullie. Een rijke student probeert koste wat kost de aandacht van de mensen te krijgen. Ik heb een paar extra gadgets. Ik kan ze aan jullie geven. Wauw, echt waar? Ik ben gewoon blij om mijn klasgenoten te helpen. Hoi jongens, ik heb de antwoorden van een biologieproefwerk. Ik kan ze met jullie delen. Geweldig. Ja, graag. Je bent de beste. Bedankt. Jij mag het ook nemen. Ik vind het niet erg. Wat gul. Ik ben zo moe van haar. Ik weet zeker dat ze alleen maar doet alsof ze goed is. Is dit hoe je over studeren denkt, Carol? Nee, je begrijpt het niet. Och, laat ook maar. Hier zijn je resultaten. Misschien heb ik gewoon pech. Hou toch op. Het is irritant. Heb je alles meegebracht? Zoals je vroeg. Uitstekend. Deze smartphone is exclusief voor mij gemaakt. Kijk eens wat Carol heeft. Niet hier kijken. En hou afstand. Mogen we het aanraken? Hou je handen thuis. Carol's spullen zijn onaantastbaar. Zijn ze geïnteresseerd? Ja. Heb je haar tablet gezien? En een limited edition smartphone. Die zou ik wel willen hebben. Kijk eens wat Jacqueline heeft meegenomen. Het is mijn computer. Wauw, het is vintage. Mijn oma speelde daar Mario op. Ja, hij is oud. De arme studenten kan zich geen dure technologie veroorloven. Wat een dinosaurus. Uit welk tijdperk komt hij? Laat hem aanzetten. Ik zag dit in een film over holbewoners. Je kan er alleen op flipperen. Wat is er aan de hand? Hebben ze plezier zonder mij? Kom op, je kunt een Ender Dragon verslaan. Het lijkt erop dat we Minecraft aan het spelen zijn. Het is jouw schuld. Waarom? Jij moest ook een populaire spel meenemen. Niemand heeft gedacht aan mij. Deze doe-het-zelfzaak zal heel goed moeten uitpakken. Wat is er van plan? Ach, laat ook maar. Ik heb dingen te doen. Rijke Carol heeft geen eenvoudige dingen. Zelfs haar pop is van topklasse. Wauw, het is goud. Mogen we ermee spelen? Tuurlijk. Gaaf. Het klikt niet. Wat is er mis mee? Je moet gewoon harder drukken. Ja, dan breek ik mijn vinger. Het is echt moeilijk om te drukken. Misschien is hij beschadigd? Wat is Jacqueline aan het doen? Interessant. Ik zal het je laten zien als ik klaar ben. Hoe zit het met mijn exclusieve pop? Die is uniek. Ik vraag me af wat dat is. Ze werkt zo hard. Stop met rotzooien hier. Wat is dit? Kunst- en handwerkuur? Ze maakt een ruimteman. Je hebt gelijk. Kijk, het is een Among Us pop. Wauw, je bent zo creatief. Bedankt. Ik kan niet geloven dat er niemand is gekomen om me te feliciteren. Ik vraag me af waar iedereen is. Het ziet er naar uit dat Jacqueline's feestje vol zit met mensen.
Deze snop staat weer in de schijnwerpers. Laten we vanavond plezier maken. Yes! Verberg me nu! Ze kan me niet zien. Geweldig feest. Gefeliciteerd. Bedankt. Ik ben blij dat je hier gekomen bent. Laten we samen feesten. Ik denk dat ik geen keuze heb. Jongens, breng me de hapjes binnen. Dit is een heel buffet. Vond je onze video leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Tot ziens!